Het leven van Rachel Hazes is binnenkort op de voet te volgen, zo meldde de story al eerder deze week. Want zij krijgt haar eigen real-life soap. Ja, we hebben zo vaak gezegd dat leven is net een soap. Dat zij gedacht moet hebben van, hé, waarom ga ik dat eigenlijk ook niet doen? Ze gaat daar natuurlijk haar eigen zoon mee achterna, die samen met Monique nog 3 seizoenen gedraaid heeft. En het programma gaat gemaakt worden door Vincent TV. Dat zijn de makers van onder andere Château Meiland. Nou, die hebben ook gezegd dat er een grote rol is weggelegd voor haar beste vriendin Rosanne Kluyverd. En wat we er verder in te zien krijgen, ja, dat weet je bij Rachel natuurlijk maar nooit. Want als ze geen ruzie heeft met het ene kind, dan heeft ze dat met het andere. Dus wie er in het begin van de reeks in zit, die hoeft er aan het einde van de serie ook niet meer in te zitten. En andersom. Dus ja, het is wel een spectaculaire televisie, denk ik. Want ja, ze maakt wat mee, deze vrouw. Maar goed, we mogen een beetje hopen. Ik denk dat een hoop mensen hopen André en Sarah van Soenen te zien. Ja, nou, die zullen zeker een keer op de koffie komen en er dan ook in zitten. Aan de andere kant moet André uitkijken dat het geen overdoos wordt, dat hij zijn eigen glazen niet gaat ingooien. Want hij heeft natuurlijk zelf ook nog de mogelijkheid om zo'n reality soap te gaan doen. Want ja, dat zal wel heel erg gaan scoren, denk ik. Omdat iedereen toch wel heel erg benieuwd is om die Sarah nou eens te horen en te zien in de dagelijkse beslommeringen. Dus ja, wanneer het te zien is, dat weten we nog niet. Waar is ook nog niet duidelijk. Vincent TV zegt dat de opnamen inmiddels begonnen zijn. Dus ja, nou, we zien er als zakenvrouw, als weduwe van Hazes en als moeder en als oma. En we gaan het allemaal wel weer op de voet volgen, denk ik.